Wat vindt u van zo'n dag? Dat is natuurlijk een geweldige mogelijkheid om in het hart van de Nederlandse democratie te kunnen spreken met Kamerleden. Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden. Een prachtige entourage. Hoi, ik ben San. Ik ben Mees. Ik ben koningin van de jeugd. Ik ben winnaar van het kinderrechtendebattoernooi. En dit is dag 4 van de ambassadeursconferentie. En dat noemen ze de Haagse dag. Ik zag u net heel druk praten met andere personen aan de tafel, maar waar had u het nou eigenlijk over? Ja, we hadden het er met de Kamerleden over de sociaal-ethische kwesties. Ik heb het net gehad over ontwikkelingssamenwerking. Ik stond aan de tafel waar gesproken werd over cybersecurity en cyberaanvallen. We hadden het over euthanasie of over drugsbeleid bijvoorbeeld. Want dat hebben we op een bepaalde manier geregeld in Nederland. En soms vinden andere landen, hebben daar kritiek op of die willen daar wat over weten. Dus daar hebben we over gesproken met de Kamerleden van hoe er wordt omgegaan met dit soort onderwerpen in de landen waar wij wonen. Ik zit in Mozambique en daar hebben we een heel mooi ontwikkelingssamenwerkingsprogramma. En we hebben met de Tweede Kamerleden hebben we gesproken van wat gaat nu heel goed in onze landen en wat is goed aan de bestaande beleidskeuzes en wat zouden we anders willen, wat zouden we nog beter willen doen. Het is een unieke kans om eens even direct te horen wat er in die landen speelt, wat belangrijk is voor Nederland en waar ik als parlementslid ook rekening mee moet houden. We halen een heleboel informatie die we meenemen naar onze landen over wat onze prioriteiten moeten gaan zijn, waar we het komende jaar vooral op moeten letten. We zijn de toekomst van Nederland, de kinderen zijn de toekomst van de hele wereld. En ik denk dat het ook belangrijk is dat kinderen kunnen meepraten over dingen die er gebeuren en die voor ons later bepalend zijn. Dus ik denk dat het zeker belangrijk is dat kinderen ook mee kunnen praten en weten wat hier gebeurt. Ervaring is het tegenovergestelde van creativiteit. Dus als je iets uit ervaring doet, heb je het al eerder gedaan. En juist omdat wij het nog niet eerder hebben gedaan, kunnen wij op een andere manier ernaar kijken. En ook bijvoorbeeld op een andere manier vragen stellen aan ambassadeurs of andere politici. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. Ik ben 15. Geweldig. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd waar jullie terecht gaan komen.